Ruud Timmermans, het zit erop, jouw periode als interim algemene directeur van VVV. Hoe heb je het ervaren? Ik heb het ervaren als een, uh, een leuke periode, leuke mensen om me heen. Uh, de aanleiding was minder natuurlijk, uh, maar uiteindelijk, uh, ja, achteraf, is uh, hetgeen wat de opdracht was, uh, breng VVV terug in rustig financieel vaarwater. Is het uh, ja, in eerste instantie gelukkig gelukt, allemaal. Wat trof je aan toen je in deze functie begon? Wat trof ik aan? Ik trof aan een, uh, denk een, een teleurgestelde organisatie. Uh, die niet hadden verwacht dat uh, dat, dat uh, ja, allemaal aan de gang was. Ik heb dat eerder gezegd, succes. Ik verbloemd veel. Um, en ja, dus we zijn eigenlijk uh, vrij snel aan de slag gegaan om inzicht te krijgen hoe het financiële plaatje er daadwerkelijk uit uh, ging zien. Uh, en wat dat uh, ja, betekende voor de gehele organisatie van VVV, zowel op kantoor uh, faciliteer als ook uh, aan de voetbalkant. Hoe heeft zich dat het afgelopen jaar ontwikkeld? Het um, is dus gegaan met uh, ja, in eerste instantie heel veel energie gestoken aan en, uh, en de kant van, uh, van de schuldsanering, hè, het WOA-traject wat we hebben doorlopen. Um, en daar hadden wij van gehoopt dat wij dat uh, in, in december hadden af kunnen ronden. Dat is uiteindelijk uh, pas in februari gebeurd, uh, middels een rechtszaak en een uitspraak van, uh, van de rechtbank. En daarna zijn wij meteen uh, aan de slag gegaan, uh, kijken naar de komende drie jaar. Uh, de opdracht was heel duidelijk van onze aandeelhouders om naar een sluitende begroting te komen. Uh, dat betekent dat wij uh, ja, in alle geledingen uh, ja, moesten ingrijpen. Um, we hebben geprobeerd om dat, uh, zeker aan de sportieve kant, hè, uiteindelijk zijn we een voetbalbedrijf, om daar uh, ja, uh, toch een goede balans in te vinden. Uh, desalniettemin uh, ja, hebben we daar ook uh, ja, keuzes moeten maken, zowel uh, aan onze jeugdacademie als het eerste elftal. Uh, om daar uh, de tering naar de benering te zetten. Maar uh, wel in het achterhoofd houden steeds nog uh, ja, dat we het stadion vol willen hebben... en dat we ook uh, ja, zoveel mogelijk natuurlijk uh, onze sponsoren een, uh, een, uh, ja, een goede atmosfeer willen brengen. Was het lastig om maar de juiste balans in te vinden? Want aan de ene kant moet je bezuinigen... aan de andere kant wil je natuurlijk ambities hebben en de mensen iets bieden. Ja, dat is heel... Uh, ja, dat was een hele lastige. Uh, Kijken naar de organisatie was het een hele lastige omdat je aan het werk bent met uh, fijne mensen, maar je dan toch ook afscheid moet nemen van een aantal mensen. Gelukkig waren er ook een aantal mensen die hun eigen weg al hadden gezorgd, die we niet hebben vervangen. En aan de voetbalkant uh, ja, wil je zeker als sportman zo hoog mogelijk uh, presteren. Um, ja, en dat, uh, dat gaat gewoon op dit moment niet uh, als je naar het financiële plaatje kijkt. Daar moet je ook zo eerlijk in zijn. Hoe was het voor jou om directeur te zijn in deze toch bijzondere periode? Um, hoe was dat? Ja, dat uh, je leeft elke week naar een wedstrijd toe. Uh, dat krijg je ook mee. Hè. Elke dag dat je hier rondloopt. Tegelijkertijd uh, ben je al na aan het denken over uh, het seizoen erna en uh, de twee jaren erna. Um, en dat is best lastig om daar dan een doorkijk te maken, omdat je dan, uh, als je niet uitkijkt, meegezogen wordt in het uh, opportunisme van, uh, van de voetbalwereld. Uh, dat alles uh, goed is. Dat is een goede speler, dat is een goede trainer. Uh, 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 als we die speler nog gaan halen, dan kunnen we iets extra's uh, brengen. Uh, en daar moet je gewoon, uh, ja, gewoon heel uh, uh, ja, objectief en, uh, en realistisch in blijven: dat je niet daarin meegaat in het enthousiasme. Op commercieel gebied zijn er ook nog wel uitdagingen, toch? Op commercieel gebied zijn er zeker uitdagingen. Uh, voor, voor ons als club denk ik dat wij uh, gewoon structureel anderhalf tot twee miljoen uh, meer inkomsten moeten gaan genereren. Om, uh, ja, om mee te kunnen gaan doen, uh, zeg maar. Uh, om ook weer eens een keer te kunnen promoveren naar een eredivisie. Als je nu terugblikt, hoe kijk je dan terug op één jaar als interim directeur? Eén jaar. Terugblikken, als ik terugkijk naar juli, toen ik gestart ben, uh, ja, was, uh, was de sfeer niet goed. Uh, niet alleen intern, maar ook natuurlijk bij onze sporters. Uh, als ik nu terugkijk naar een jaar, dan denk ik dat we uh, in een jaar tijd we wel een, uh, ja, een rustige organisatie uh, uh, hebben. Een rust om de organisatie heen hebben gecreëerd. Uh, ons stadion zit vol. Uh, dat heeft te maken, denk ik, vooral met de, de, de sportieve successen, uh, zeker de eerste helft van, uh, van het seizoen. De laatste periode was natuurlijk beduidend minder. Uh, en daar speelt dan weer een grote rol in, denk ik, dat uh, ja, ons, ons, uh, ons team uh, zich uh, uitermate heeft ingespannen om, uh, om al die sporters toch naar het stadion te krijgen, waarbij Volgens mij de laatste wedstrijd tegen Jong Ajax er een kleine 7000 toeschouwers waren. Jouw tijd zit er nu op. Guus Pennings gaat het overnemen. Wat verwacht jij van de toekomst voor VVV? Ja, dat is, dat is een lastige. Kijk, de focus ligt op inkomsten genereren. Wat ik net zei, willen wij meedoen om de prijzen... dan moeten wij gewoon structureel 1,5 tot 2 miljoen meer inkomsten gaan genereren. Uh, dat wordt een uitdaging. Uh, een grote uitdaging, zeker in, uh, in de regio Noord-Limburg. Maar uh, daar gaan wij alles aan doen om dat wel uh, ja, voor elkaar te krijgen. Dat zal misschien niet het eerste seizoen meteen gebeuren. Uh, maar uh, ja, het tweede seizoen is dat toch wel echt nodig. Um, en daarin. Ja, kan uh, gaat Guus met zijn achtergrond daar een hele belangrijke rol in spelen en daar weet hij ook van uh, dat hij altijd een beroep op, uh, op een aantal mensen waaronder ik uh, kan doen. Um, ja, en, en de fundering ligt en op die fundering moet hij gaan bouwen. Je gaat zelf zitting nemen in een expertcommissie, hoe ziet die adviserende rol er precies uit voor jou? Ja, er zijn een aantal dossiers, ik heb dat al vaker gezegd. Een bestuurder uh, bij een uh, voetbalclub zoals VVV uh, 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 brengt zoveel uh, dossiers met zich mee op het gebied van, uh, van veiligheid. Uh, ja, een, 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 een stadion wat, uh, wat verouderd is, waar uh, achterstallig onderhoud is, waar ook wel een en ander moet gaan gebeuren. Uh, dus ja, mijn rol zal met name zijn hem daarbij te ondersteunen, relatie met, uh, met de gemeente uh, goed uh, te onderhouden. En uh, ja, daar waar hij mee nodig denkt te hebben, kan hij ja, voor, bij mij daar terecht. Je blijft dus actief voor de club, maar wel echt op de achtergrond? Helemaal op de achtergrond, ja. Zeker niet op de voorgrond. Nee. Voordat je naar de achtergrond verdwijnt, is er nog iets wat jij zou willen zeggen tegen supporters of sponsoren over hoe je het afgelopen jaar ervaren hebt? Um, ja, uh, als allereerste denk ik dat het. Uh, uh, naar nou onze supporters. Uh, ja heb ik altijd als positief ervaren. Uh, gezien ook het feit dat men in grote getalen naar het stadion is gekomen. Als ik kijk naar uh, onze supporters, of uh, onze sponsoren, uh, ja, zijn achter de club blijven staan. Uh, er is geen, uh, ja, eigenlijk geen enkele sponsor. Uh, afgehaakt. Er zijn er zelfs uh, een aantal uh, bijgekomen. Ook een aantal uh, met substantiële bedragen, gelukkig. Die ons geholpen hebben. Uh, ja, en, en, en uh, in algemene zin, zo, zodat ik ook niemand vergeet, wil ik daarvoor uh, iedereen uh, bedanken die, die ons daarin heeft gesteund. Zeker in de, in de moeilijke tijd uh, rond, uh, rond de kerstperiode. En voor jou persoonlijk, nu tijd voor even wat rust? Even een periode van rust. Uh, uh, ja, 7 juni ga ik vakantie. En uh, dan kom ik uh, hopelijk weer uh, goed uitgerust terug. En uh, nogmaals, uh, ga ik uh, VVV zeker uh, uh, helpen daar waar uh, wat nodig is.